Yes, en welkom in deze nieuwe video. En vandaag is dag 11 van Chessmus, de serie in december waarin ik dagelijks een schaakvideo upload. En vandaag gaan we het hebben over eindspelen. Yes, het is weer zover. En vandaag geen toren, geen pionnen, maar loper-eindspelen. En loper-eindspelen zijn heel interessant, want soms kan je in een loper-eindspel twee pionnen achter staan. Maar toch een remise maken. Dus dat is zeker het leren waard. Want ik heb er best wel vaak al een remise uitgehaald. Terwijl ik echt in een verschrikkelijk slechte positie stond. Dus laten we direct beginnen. Yes, dan zijn we hier bij het schaakbord. En we gaan makkelijk beginnen. Als je namelijk alleen nog maar een loper op het bord hebt staan. Kan je nooit schaakmat zetten. Dit kan nooit schaakmat worden. En is dus gewoon een remise. Waarom? Nou, de loper uh, die kan niet schaakmat zetten met alleen de koning. Laten we even de perfecte positie op het bord zetten. Dat is misschien wel dit. De koning kan nergens heen. Niet hier, niet hier, niet hier en niet hier. Maar de koning staat ook geen schaak. Dus je kan maximaal pad krijgen. En als we even de stelling in de hoek opzetten, ja, is dit nog steeds een remise. Want je kan wel loper naar D5 schaak geven. Maar de koning kan nog steeds hierheen. Dus je kan nooit schaakmat zetten met alleen een loper. Op elke schaaksite wordt de partij direct afgekapt. En is de remise, maar speel je zelf over het bord met een vriend of. In een toernooi zeg maar dat dit altijd een remise is en dat ik dat heb gezegd en neem het maar van mij aan. Dit is altijd een remise. Dan gaan we direct door naar het tweede voorbeeld. Die heb ik hier. Doordat het altijd een remise is als er alleen nog maar een loper op het bord staat, kan je in dit soort stellingen als wit waar je wel slechter staat, want zwart speelt voor een winst. Die heeft nog een pion en jij kan nooit meer winnen. Kan je wel uh, jouw loper afruilen voor deze pion? Dat is geen probleem. Deze stelling is ook een remise. Waarom? Deze pion kan eigenlijk niet doorlopen. Want elke keer als die doorloopt. Dus stel je voor zwart is hier aan zet nu. Als die doorloopt, kan je gewoon slaan. En dit is een remise. Want er is alleen nog maar een loper voor zwart. Maar je moet wel eh, even oppassen. Want kijk, wat er nu voor zorgt, dit is een tegenovergestelde kleurloper. Dit is een witveldige loper en dit een zwartveldige loper. Daardoor is die remise, want deze loper kan nooit dit veld uh, dekken en nooit in dezelfde lijn staan als deze loper. Anders kan het wel een winst worden. Dat laat ik zo aan je zien. Maar in deze stelling speel je als wit, moet je even voor één ding oppassen. Eén ding, je moet niet naar D1 hier, want dan stap je in een aftrekschaak. Kijk, deze pion kan nu naar voren stappen en je denkt, oh nou heel onschuldig, dan ga ik hem slaan. Oh! Dat mag niet, je mag hem hier niet slaan, want je staat schaak. Dus je moet eerst de schaak oplossen. En je kan ook niet hierheen, want dat veld wordt gedekt door de pion. Dus deze twee velden zijn niet toegankelijk en je kan deze pion niet stoppen van promoveren. Dus pas hier even op, ga hier dus niet in die aftrekschaak staan. Dat is het enige waar je op moet letten. En bij elke andere zet, als de pion een keertje naar voren gaat, jank hem gewoon van de poort af en je hebt een remise. Maar goed, deze stelling lijkt heel erg op de stelling die we net hebben gezien. Nu wilde Wit hier promoveren, maar wat is het verschil? Net hadden we tegenovergestelde kleurenlopers, een witveldige en een zwartveldige loper. Maar nu hebben we twee zwartveldige lopers. En daardoor kan Wit hier winnen. Waarom? Nu kunnen de lopers naar elkaar toekijken en kunnen ze af worden gereld. Daardoor is dit te winnen voor Wit. Maar je moet wel even oppassen. Waarom? Nou, als je hier nu de pion speelt. Nou, dan weten we het, die gaat eraf en het is nu helemaal remise, want hij wordt gedekt. En ook als je deze loper terug kon slaan, is het ook remise. Dus dat heeft geen zin. Wat moet je dan wel doen? Je moet hier gewoon een rustige zet doen: Koning naar D7. Waarom? Je wilt deze loper uiteindelijk in dezelfde lijn krijgen als de andere loper, en ze misschien afruilen of de andere loper wegjagen. Dat laat ik zo zien. Nou. Zwart heeft eigenlijk twee zetten die hij kan doen, want de loper moet in deze lijn blijven om hem te dekken. Dus die kan alleen maar naar dit veld. Of de koning kan hierheen. Want de koning kan niet naar dit veld, niet naar dit veld, niet naar dit veld en niet naar dit veld. Door de loper, de pion en de koning. Dus laten we zeggen, koning gaat naar g8. Dan moet je nu de zet spelen, loper naar c7. Waarom? De koning kan eigenlijk nog steeds niet heel veel kant op. Hij kan niet meer hierheen. Hij kan nu wel hierheen. Maar dat maakt allemaal niks uit. De loper moet in de lijn blijven. Dus laten we zeggen: loper gaat naar G5. Dan kan je nu loper naar D8 spelen. Kijken de lopers dus naar elkaar? Staat de pion nog op een wit veld? Dus die kan niet worden aangevallen door de loper en is nog steeds gedekt door de koning. En nu moet deze loper een keuze maken: of hij stapt uit de lijn van de pion en dan kan hij doorlopen, of hij denkt: ik sla hem eraf. Kijk maar even wat er gebeurt. Als hij slaat, kan je hier terugslaan. Nou, en dit is gewoon een winst voor, uh, voor wit. Want die maakt een dame en die gaat winnen. Dus afruilen heeft geen zin. Speelt hij uit de lijn? Heeft ook geen zin. De pion kan nu naar voren stappen. En er wordt nog steeds een dame gemaakt. En ja, nu met een dame. Ja, nu kan die eraf worden geslagen. Maar met een dame en een loper tegen een loper. Ga je dit eindspel gewoon winnen. Dus dat. Moet je dus gebruiken, zorg ervoor dat de loper hier in dezelfde lijn komt en je gaat de partij gewoon winnen. Ik denk dat dat al hele mooie lessen waren, maar ik heb nog meer voor jullie. Kijk even naar deze stelling. Wit heeft vier punten in materiaal meer: een loper en een pion. Denk je dat wit kan winnen? Wel denk je. Ik ben wel benieuwd. Of... Nee, wit kan niet winnen. En toen ik dit voor het eerst leerde, dacht ik: wat? Hoe kan wit hier nou niet winnen? Dat kan niet omdat wit uh, een verkeerde loper heeft. De koning staat hier in de hoek. Die staat lekker op het veld waar deze pion wil promoveren. Maar doordat dit een zwart veldige loper is en het veld in de hoek waar de pion wil promoveren een wit veld is, is dit een remise. Waarom? Nou, wit is hier aan zet en die wil de pion promoveren. Kijk, hij kan geen schaak geven want die koning staat gewoon op de verkeerde kleur. Dus stel je voor de pion stapt naar voren. Nou, dan heeft de koning eigenlijk maar één zet en dat is hier één. Want hij kan niet naar dit veld door de pion. En niet naar dit veld door de loper. Dus die moet hierheen. Nou, en nu kan je een aantal zetten doen. Maar het maakt echt niks uit wat je doet. Want deze koning gaat de hele tijd hetzelfde doen: die gaat de hele tijd heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. En je kan niks doen. Dus stel je voor: koning naar B6 komt hier. Dan gaat de koning weer naar A8. En als je deze nu speelt, is het een remise. Waarom? Nou. Kijk, dan kunnen we even kijken. Uh, de koning kan niet hierheen door de pion en niet hierheen door de koning. Dus dat is een remise. En welke zet kunnen we dan nog meer doen? Nou, misschien lopen naar e5. ah, uh -uh, ook remise. Kijk, hij dekt nu dit veld en de koning dekt de andere twee velden met de pion. Dus dat is ook een remise. En er is eigenlijk niks wat je kan doen. Want ook al blijf je wachten, de koning gaat de hele tijd heen en weer. Geef je nu schaak, dan komt deze... En je kan de pion niet doorlopen. Ook als je dit speelt, moet de koning hierheen. Maar de pion kan nog steeds niet doorlopen. Dus de koning blijft de hele tijd in het hoekje. En doordat je niet de goede loper hebt, kan je hem niet schaak geven in het hoekje. Kan je hem niet daar uithouden. En kan je dus. Is het altijd remise. Maar goed, laten we de stelling nu een beetje aanpassen. Wat als wit. wel een witveldige loper heeft. Nou, dan kan wit hier wel winnen. Oké, okay, wit is aan zet. Nou, we kunnen een aantal zetten doen. Maar we spelen hier gewoon. A6. Oké, okay, de koning die wilt hier in het hoekje heen en weer blijven schuiven. Dus die speelt nu koning naar B8. Wat doen we dan? Koning naar B6. Waarom? Nu wil de koning weer het hoekje instappen om hem te blokkeren. Maar nu kunnen we wel schaak geven in het hoekje. Lopen naar D5 schaak. En nu moet de koning eruit stappen. En nu kunnen we wel A7 spelen. Waarom? De koning kan niet meer daarheen. Dat kan niet meer. Dus die moet naar C8. En je maakt een dame. En je gaat de partij makkelijk winnen. En je ziet dus in dit soort lopereindspelen maakt het best wel een verschil of je een witveldige loper hebt of een donkerveldige loper. Want het kan dus een verschil zijn tussen een remise of een makkelijke overwinning. En kijk dan nu even naar deze stelling. Wit heeft twee pionnen meer. Denk je dat wit deze stelling kan gaan winnen. Nou, als zwart goed speelt, kan Wit deze stelling niet winnen. Waarom? We hebben weer het probleem van de tegenovergestelde kleur, lopers. En nu is het een probleem, want zelfs met twee pionnen meer kan wit hier niet winnen, omdat hij er niet doorheen kan komen. Deze loper dekt zwarte velden en alle pionnen staan op witte velden. Maar het probleem is dat die pionnen niet over de witte velden heen kunnen, want wit heeft een andere kleur loper. Die dekt alleen de witte velden en die kan dus ook niet deze pion aanvallen. De enige pion die nog een beetje echt in de weg staat voor zijn doorbraak. En daardoor wint wit hier niet en speelt wit dus een remise met zwart. Dus laten we even kijken als we hier gaan spelen. Ja, de witte loper, die gaan we gewoon een beetje heen en weer schuiven, maar die kan hier niks doen. De koning gaat bijvoorbeeld nu naar c5, die staat daar wel lekker. Ja, dan gaan we de Loper maar eens naar D1 spelen. Die schuiven we rond. Want de koning dekt deze twee pionnen. En die dekken weer die pion. Maar hij komt er gewoon niet doorheen. De loper kan nu een beetje heen en weer gaan schuiven. En, en er is geen. Ja, deze loper kan niks. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Die staat eigenlijk gewoon een beetje op die witte velden. Maar zwart houdt gewoon al zijn stukken. Op de zwarte velden. Vooral zijn koning en zijn pion. Maar ja. Dus er is geen doorkomen aan. Nu gaat de loper weer naar E5. En de loper kan ook de hele tijd hier een beetje gaan rondschuiven. Om deze pion gedekt te houden. Zodat deze koning er niet bij kan komen. En dan is het gewoon een remise. Hoe stom het ook klinkt. Met twee pionnen meer. En als je al ziet in het eindspel dat je tegenovergestelde lopers kunt krijgen, en je staat bijvoorbeeld 1 à 2 pionnen achter, vaak kan het gewoon nog een remise zijn. Dus dan is het zeker de tijd waard om even te kijken of het ook echt een remise-stelling gaat worden met die tegenovergestelde kleurlopers. Maar nu, nu gaan we deze loper even veranderen. We zetten hem nu op een zwart veld. En dan heeft wit ineens kans om te winnen. Maar hoe kan wit deze partij nou winnen? Nou. Een mogelijke variatie zou kunnen zijn om loper e3 schaak te geven. Let op, de loper dekt deze velden. Dus de koning moet aan de kant en de koning kan niet naar deze twee velden. Dus bijvoorbeeld uh, a6 komt hier. Nou, dan kan je c5 spelen. Hij kan hier slaan, maar dan wordt hij geslagen. Dus stel je voor, je tegenstander zegt ik speel koning naar b5. Nou, dan speel je loper naar d4. Slaat hij, sla je terug. Dat zou kunnen. Of hij denkt, nou weet je wat, ik speel mijn loper helemaal ver weg. Dan kan je slaan, slaat. E5. Uh, en je, ja, die loper moet weg. Want die staat onder druk. En dan kan je hierheen spelen. En ik weet zeker dat je weet hoe je deze moet winnen. Je moet gewoon de pion bij elkaar houden. Misschien een keer proberen lopers af te ruilen. Niet zo natuurlijk. Maar een keer proberen lopers af te ruilen. En dan kan je de partij makkelijk gaan winnen met twee pionnen extra. Dus je ziet weer het verschil. Tussen tegenovergestelde kleurlopers. Of dezelfde kleurlopers. En je ziet dus dat het best wel veel uitmaakt. Of jij pionnen van de tegenstander aan kan vallen en dat is ook de volgende tip en dan hebben we hier deze stelling en hier maakt het dus heel veel uit of jij met jouw loper de pionnen van de tegenstander aan kunt vallen let even op er is hier maar één echt goede zet en welke zet is dat denk je nou jij denkt waarschijnlijk ik moet iets met de loper doen want het is niet voor niets een loper eindspel video nee je moet niet iets met de loper doen waarom je moet h5 spelen en waarom maakt dat zoveel uit? Omdat jij nu deze pion kan gaan aanvallen. Stel je voor hij slaat. Kan je hier slaan. Heb jij, ja, die pion die kan niet bewegen. Want die kijkt tegen deze pion aan. En deze loper die komt er lastig bij. Die heeft zeker drie zetten nodig om de pion aan te vallen. En jij hebt één, twee zetten nodig om die pion op te pakken. En dan kan je hem gaan verdedigen op de zwarte velden. En als je tegenstander niet hier slaat, maar gewoon geef hij speelt. Ja, dan staan deze twee pionnen nog steeds op de zwarte velden. En dan kan de loper ze nog steeds oppikken. Deze loper kijkt ook weer naar deze pionnen. Die wil hij graag slaan, maar hij heeft daar. Ook weer wat zetten voor nodig. Dus je kan hier bijvoorbeeld G3 spelen. Waarom? Je wilt de dekking hier houden. Had je hier F5 gespeeld... Komt loper naar C8 schaak. Ja, en dan kan je G6 spelen. Gaat deze eraan. Heb je wel een vrij pion, maar wordt het toch redelijk lastig. Dus we zetten hem gewoon naar, oh, naar G3... En nu kan je gaan aanvallen. De loper zal er waarschijnlijk bij komen. En er is niks wat je tegenstander kan doen. Want deze loper kan niet deze zwartveldige pionnen verdedigen. Hij kan hooguit deze aanvallen. Maar ja, die heb je nu gedekt. En die pionnen die kunnen niet doorbewegen. Want ze staan tegen pionnen aan te kijken. Dus ja, je kan hier zo meteen de pionnen gaan pakken. En dit is een hele makkelijke overwinning. Want je hebt gewoon twee vrije pionnen. Dus dat moet makkelijk lukken. Dan gaan we nu even verder uitrekenen wat er gebeurt als je H5 en er wordt geslagen. Nou, je slaat terug. Lopen komt hier. Lopen komt daar. Ja, en op een gegeven moment is er weinig wat je tegenstander meer kan doen. Hij kan dit proberen te spelen, maar je slaat gewoon dit. En op een gegeven moment moet Zwart eigenlijk wel zijn loper afruilen voor deze pion. Ja, en dan kan je deze loper gebruiken om ja, met je koning hier naar binnen te komen. Deze pionnen proberen te slaan. Ja, je loper erbij te gebruiken om een beetje deze lijn af te dekken voor de andere koning, dwing hem om weg te stappen bij de pion. En je kan al deze pionnen gaan opsnoepen. En dan weet ik zeker dat jij de partij kan winnen. En dat is eigenlijk alles wat we moeten bespreken over lopereindspelen. Dan ga ik het hier nog even kort samenvatten met je. Alleen een loper op het schaakbord kan je geen schaakmat zetten. En dus ook niet winnen is een remise. In zo'n stelling stapt de pion een keer door, sla hem er gewoon af. Want dit is ook een remise. In deze stelling probeer die lopers inderdaad af te ruilen. Zodat of... Zorg dat hij wegstapt van deze lijn zodat je de pion door kan spelen. In deze stelling is het een remise, want je hebt de verkeerde kleur loper. Die kijkt niet in deze hoek. En daardoor kan de koning heen en weer stappen. En is het dus een remise. Maar mocht dit toevallig wel een witveldige loper zijn, ja, dan kijkt hij wel die hoek in. En dan kan je dus wel winnen. En dan heb ik hier nog de stelling met lopers die andere kleuren hebben? Ja. Je kan die pion niet aanvallen. En daardoor is het altijd een remise. Want zwart kan ook deze pionnen niet aanvallen. En het is dus een remise. En in deze stelling wil je de pionnen dwingen op de kleur van jouw loper te stappen. Zodat je ze kan pakken. En waardoor je de partij kan gaan winnen. Dat is eigenlijk alles wat we moesten bespreken. Vond je deze video nou leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Laat in de comments weten of je. Nog een uitgebreidere video wilt van Loper Eindspelen. En volg me op Instagram en op Twitch voor meer schaakcontent. Oké, okay, dat was alles. Ik zie je in de volgende video. Laters.